Wij zijn hier op de wijkpost Zuid-Zuidwest van Stadswerken. Van hieruit maken wij de wijk schoon. Nu tijdens de vorst kunnen we met de veegmachines niet eruit, omdat dan de voertuigen bevriezen. Wij maken schoon met water. Dat verzwaart het straatvuil, zodat het beter opgenomen wordt in de auto. Daarnaast kunnen we ook niet vegen, omdat mochten we nu gaan vegen, dat we ook al het zout wat we met groot geweld op de wegen hebben gestrooid, weer op zouden vegen. Dus dan zou het weer glad worden. Dus vandaar dat wij tijdens vorst kunnen wij niet mechanisch vegen. Ik las ook ergens dat het echt gevaarlijk is, hè, om te gaan rijden, omdat het glad kan zijn en dat je dan ook met de wagens tegen bijvoorbeeld geparkeerde auto's aan kunt rijden of voorbijgangers. Ja, de gevaren die burgers ondervinden vanwege de gladheid, dat hebben wij natuurlijk ook. Gebeurt dat ook wel eens dan? Ik denk dat het wel meevalt, omdat we wel weten, wij werken dagelijks in de openbare ruimte, tijdens vorst of tijdens hitte, dus wij weten heel goed hoe we de wegen moeten bereiden. Maar een risico is het altijd. Dus staan de wagentjes nu allemaal netjes binnen? Waar zijn de mensen gebleven die er normaal op rijden? Nou, wij zijn sinds kort samengegaan met onze jongens van de stratenmakers en de tuinmannen. Dus we hebben werk genoeg. De meeste jongens zitten nu ook in het groen. We zijn volop aan het snoeien. Daar kunnen we nu ook mooi bij. Op heel veel sloten ligt nu ijs. Dus waar we normaal slecht bij kunnen, kunnen we nu juist wel bij. En dan kunnen we juist alle handen gebruiken. Dus dat is geen probleem. Dus elk nadeel heeft ook weer zijn voordeel in dit geval. Ja, zo mag het wel zijn. Ja. En als jullie nou straks weer de weg op mogen, wat is dan, hoe gaat het dan? Wij gaan de weg pas weer op als we zeker weten dat er geen vorst meer aan zit te komen in de nabije week. Want anders zouden we dus inderdaad het pekel weer allemaal opvegen wat we met veel moeite erop hebben gebracht. Wat we dan wel constateren is natuurlijk dat er heel veel vuil ligt. Omdat wij dus, nu liggen we er al een week uit en het einde is nog niet in zicht. Dus stel dat we 2,5 week niet geveegd hebben, wat we normaal wel dagelijks doen. Ja, daar krijg je dan in één keer voor je kiezen. Dus dat is een gigantische druk. Want voor de duidelijkheid, het gaat echt om vuil op straat en niet om huisvuil. Nee, wij zijn hier van de veegdienst. De inzameldienst is een andere tak van sport. Die ondervinden natuurlijk ook last. Het heeft ook in de krant gestaan vandaag. Dat er maar mondjesmaat alleen op hoofdlijnen ook het straatvuil wordt opgehaald. Die ondervinden dezelfde last van de vorst als wij. Die kunnen de binnenwegen ook niet op vanwege de gladheid.